Ik ben nu 25 jaar aan het schrijven. Ik ben al 50 jaar bezig om verhalen te vertellen, om altijd in dat verhaal nuance. En nu ineens... Maakt allemaal niet uit. Het maakt niet uit. Je bent teruggebracht tot één zin. Mm-hmm. En je denkt, wat gebeurt hier? In 1968 verklaarde Roland Barthes de auteur dood. Dat weten jullie vast nog wel. Om zo de weg vrij te maken voor de interpretatie van de lezer. Maar in 2023 hebben we te maken met enkele complicaties met betrekking tot deze these. Want als eerste zijn er iets te veel auteurs die daadwerkelijk met de dood worden bedreigd. En ten tweede, om een tekst te kunnen interpreteren moet die wel gelezen worden. En je zou kunnen stellen dat dat tegenwoordig door te weinig mensen gebeurt. Over deze twee zaken, misschien niet heel specifiek over Roland Barthes, maar in ieder geval wel over de positie van de tekst in Nederland in dit tijdsgevricht, ga ik het nu hebben met Nelleke Noordervliet, Abdelkader Banali en Ted van Lieshout. Schuiven jullie aan? En die hebben samen, hebben we even uitgezocht, 184 boeken geschreven. Welkom. We gooien gewoon gelijk de knuppel in het hoenderhok. We gaan het hebben over bedreigde schrijvers. Deze winter werden we opgeschrikt door... niet door Pim Lammers zelf, maar door het feit dat Pim Lammers bedreigd werd. Hij trok zich terug als schrijver van het kinderboekengedicht. Daarvoor hadden we natuurlijk ook de bedreigingen van Lale Gül. Dat is eerder... Wanneer is dat boek? 2 jaar geleden zoiets uitgekomen. Ted, om bij jou te beginnen. Schrok jij erg van die bedreigingen van Pim? Zeer. Het kwam heel erg dichtbij. Want ik ben in dezelfde positie geweest, in zekere zin. Maar uiteindelijk niet zo heftig als dat hij het heeft meegemaakt. Waarom denk je dat het bij hem, of dat die kruid zo in dat lont vat? Nou, precies. Omdat de lont er niet uitgetrokken is. In mijn optiek had die lont er meteen uitgetrokken moeten worden. En door omstandigheden is dat niet gebeurd. Wie had die lont eruit moeten trekken? Daar heb ik onvoldoende zicht op. Misschien door de CPNB. Ik denk dat dat misschien de eerste instantie, de aangewezen... Nou, niet persoon is, maar ik vind het toch te makkelijk om met een vinger te gaan wijzen. Ja. Ik vind wel dat Pim een beetje aan zijn lot is overgelaten. Maar dat zeg ik met terughoudendheid, omdat ik niet precies weet wat er allemaal besproken is. En hoe de beslissingen tot stand zijn gekomen. Wat ik wel heb gemerkt is in ieder geval dat hij de indruk wekte dat hij redelijk alleen stond, hoewel hij zich zeer gesteund wist door zowel zijn uitgever als door zijn vrienden. Maar hij stond toch een beetje in zijn eentje. Is dat niet per definitie zo dat als zoiets je overkomt, dat je toch, wat er ook gebeurt, je heel, ik bedoel, een bedreiging isoleert per definitie? Ja, ik denk dat wat waar is. Maar je hoopt natuurlijk dat je omarmd wordt door mensen die wat meer veiligheid kunnen bieden. En dat die er niet is, dat snap ik ook wel. Maar ik had het gevoel... hij heeft mij ook gebeld toen het, voordat het helemaal losbarstte. Ja. En toen zei ik niet op reageren. Omdat het beste wat je kunt doen in zo'n geval is tijd kopen. Tijd kopen om die lont eruit te trekken, om te zorgen dat dat vuur wat maar aan het wakkeren is, omdat gedoofd te krijgen. En als het eenmaal wat gedoofd is, dan is men niet meer zo boos en dan valt er over het algemeen wel wat beter te praten. En begrijpt u dat hij zich heeft teruggetrokken? Was dat een juiste beslissing in uw ogen? In mijn ogen... ik snap het wel, maar ik had het liever anders gezien. Ik had liever dat bijvoorbeeld de CHP had gezegd, wij gaan dit onderzoeken. En dan heb je een week de tijd, in zekere zin, om het verder te kijken, want hoe moet het lopen? En dat had iedereen wat meer adem gegeven. Maar iedereen heeft, en dat snap ik ook wel, die heeft meteen willen reageren, misschien wel om Pim te ontlasten, dat zou heel goed kunnen. Maar die heeft meteen, als het ware, olie op het vuur gegooid, in zekere zin. En nogmaals, het kan best zijn dat het niet anders kon, maar in mijn ogen had het misschien wel anders gemoeten. Deel jij die ervaring, Nelleke, of zie jij dat ook zo?
Dat die lont niet op de juiste manier of op het juiste moment eruit getrokken is? Je weet nooit of je iets op het juiste moment doet of niet. Ik geloof dat je in dit soort omstandigheden altijd zo goed mogelijk en zo alert mogelijk probeert te reageren. Enerzijds misschien denken van, we moeten eventjes dit zaakje voorbij laten gaan, even rustig afwachten. En als je dan reageert, is er soms, zoals in dit geval, alweer zoveel gebeurd, hebben zoveel idiote instanties of verenigingen of mensen zich ermee bemoeid, dat er iets is ontploft. Aan beide, aan beide zijden of Nou, vooral aan de andere kant, zou ik willen zeggen. En ik denk dat het Pim niet kwalijk te nemen valt dat hij zei van, ja, wacht eventjes, jongens, als dit allemaal gaat gebeuren, sorry. Hè? Ja. Maar uiteindelijk, als je het nu allemaal bij elkaar gaat optellen, zie je hoeveel medestanders hij heeft gekregen. Ja. Hoeveel mensen hem hebben verdedigd. Hoe vaak erop is gewezen, lees eerst iets voordat je een oordeel velt. En lees goed voordat je een oordeel velt. Maar dat schijnt heel erg moeilijk te zijn tegenwoordig. Maar in ieder geval is voor hem nu op dit moment, denk ik, heeft hij wel gemerkt dat er steun is, overal, voor hem. En dat is tot aan gelukkig de boekenbal wel aan toe natuurlijk. Waar gelukkig wel. Ja. Dan heb ik want dan zou je kunnen stellen, misschien is het zo dat Abdelkader, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar op het moment dat er op het internet iets ontstaat, dat eigenlijk instellingen die zich bezighouden met literatuur helemaal niet bij machten zijn om de snelheid en het tempo waarmee zoiets zich op Instagram verspreidt überhaupt bij te houden. Nee, ik sluit me wel aan bij wat Ted zegt. Er is een soort van, we schieten in de kramp. Er gebeurt iets. Die sociale media is heel sterk. En vergeet niet, we zitten ook in een soort van wereld waarin een soort van cultuurstrijd is. En literatuur is ineens onderwerp van gesprek in voetbalkantines. Ja. Is literatuur onderwerp? Een schrijver schrijft een kort verhaal. En daar vindt ineens iemand iets van. Over voetbal. Daar vindt iedereen, de hele wereld wat van, zonder te hebben gelezen. Ja. We komen daar zo op, over die ontlezing. Ja. Ook het thema. Maar wij aan onze kant, dus gewoon puur de instanties, hè, kijk uitgevers, kijk naar PEN, kijk naar CPNB. Mm-hmm. We weten eigenlijk niet zo goed. We hebben eigenlijk geen protocol klaar liggen. We hebben helemaal niks klaar liggen. En je weet, gewoon aftellen tot het volgende moment dat er weer iets. En dan herhaalt alles zich weer. En ik denk, maar je moet eens een keer gaan praten met elkaar, of bij elkaar moeten komen, om met die goede adviezen die er nu komen van ervaringsdeskundigen. Van wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen om wat er in de sociale media gebeurt, om daar een tegenstem te forceren. Om ervoor te zorgen dat wij, die er echt verstand van hebben, die weten waar het vandaan, kunnen uitleggen aan het geïnteresseerde publiek. Want dat is er namelijk ook. Mm-hmm. Er zijn ook heel veel draaiers. En er zijn heel veel mensen die er ook gewoon een boterham mee verdienen. Hè? En mensen, de Tweede Kamer zijn vragen gesteld. Het is een behoorlijke beweging. Het is koehandel. Ja. Koehandel. Ja, het heeft wel één gemeenschappelijke deler. En dat het eigenlijk altijd gaat om individuen. Ja. Het gaat soms wel eens over de CPNB als geheel. Ja. Maar bij het laatste geval ging het toch ook om de voorzitter van de directeur, geloof ik. Maar het zijn altijd schrijvers of andere kunstenaars die als het ware geïsoleerd worden en in zekere zin worden uitgekozen als een soort zondebok. Je ziet wie het is. Ja. Het is een persoon. Je kunt die aanspreken, je kunt die bedreigen. En dat is veel moeilijker als je een instantie voor je hebt. Dus het zijn bijna altijd, en daar kun je rekening mee houden, het zijn altijd individuele kunstenaars. En waar, Ted, komt dat? Ik bedoel, het is al een aantal jaar aan de gang, maar het begint gewoon heel grimmige trekjes te krijgen. Ik bedoel, het gaat ook over organisaties zoals Free Your Girl, die meisjes en jongens die in de prostitutie zitten in Zuidoost-Azië proberen daarvan te bevrijden. Heel goed, zou je zeggen. Maar die ondertussen ook allemaal teksten over Pim Lammers op het internet verspreiden. En heel duidelijk vrij rabiaat standpunt innemen als het hierover gaat. Waar komt waar komen die pedojagers nu opeens vandaan? Wat is de... Nou, bij Pim Lammers, is het nu zo virulent? Bij Pim Lammers was het heel erg exemplarisch in zekere zin. Dat is ook uitgezocht. Degene die dat initieerde, Vrederijk, van een reactionair online tijdschrift,
die had eigenlijk bezwaren tegen het feit dat op scholen seksuele voorlichting wordt gegeven over homoseksualiteit, transgender. De lentekriebels. Precies, dat onder andere. Dat kwam nog later trouwens, ja. Dit was al eerder. En hij nam deze kinderboekenschrijver als voorbeeld en vond een oud verhaal waarvan hij dacht, hey, dat gaat over pedofilie. Hij zocht de zondebok. Die schrijver is homo, die laat ook heel duidelijk merken dat hij homo is. Haha, ja. Ik heb hier een mooie combinatie. Hij heeft op die manier de aanval geopend. En toen zijn mensen die niet gelezen hebben, dat zeg je heel goed, zoals Monique Smit bijvoorbeeld, ja. En dat fotomodel, ik weet niet hoe ze, Kim Veenstra. En Hagra heet die, geloof ik. Die hebben niets gelezen, maar die lezen dan één commentaar op Twitter bijvoorbeeld. Maar niet alleen zij, een hele, het is inmiddels best een flinke groep. Ja, maar dat zijn influencers. Die zeggen, moet je nou toch eens kijken wat een schande. Die zijn op het verkeerde been gezet in zekere zin. En laten zich als het ware door iemand die heel handig heeft uitgekozen, aha, we kunnen Pim Lammers hier als slachtoffer neerzetten voor een veel breder probleem, namelijk voorlichting op scholen over anders zijn. Daar komt het op neer. Die kunnen we aanpakken. En die, bijvoorbeeld Monique Smit, om maar als voorbeeld te nemen, die heeft gezegd, oh, onze kinderen worden bedreigd, dus wij moeten tegen Pim Lammers zijn. En dat komt omdat ze niet gelezen heeft. Ze heeft het niet gelezen. Nee, of ze hebben een citaat gelezen. Of ze kunnen... Maar ik bedoel meer gewoon, wat is de diepere, wat is de onderlaag van deze beweging? Is die, ik bedoel, zulke soort, know your enemy, weet wat je tegenover je hebt staan, om daar ook een weerwoord op te kunnen bieden. Er zijn een aantal thema's die liggen heel erg gevoelig. Ja. Pornografie, voor kinderen met name. Pedofilie. Trans mensen liggen nu bijvoorbeeld heel erg op de vuur. Ik heb net een paar dagen geleden in de Centrum voor Politieke Partijen het spotje van Forum voor Democratie gezien. Dat ging uitsluitend over trans mensen. Ja. Ja. Van hoe verschrikkelijk dat wel niet is. Dan denk je, hoe kom je daar nou toch bij? En je weet dat als je die onderwerpen kunt linken aan kunst, als je dat soort onderwerpen kunt linken aan kunst, aan wat voor kunst dan ook, dan weet je dat je heel veel mensen meekrijgt die alleen maar marginaal lezen of horen wat er aan de hand is. Dan denk je, ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Want dat heeft te maken met pornografie of dat heeft te maken met pedofilie. Maar hoe is deze, Nelleke, deze beweging te kenteren? Helpt het als schrijvers voor elkaar opkomen? Hoe kan je hier, dat kenteren, natuurlijk, dat moet gebeuren. Maar je moet eerst kijken, wanneer is het begonnen? Waardoor is het begonnen? Waardoor wordt het versterkt? We kennen nog, althans ik ken nog uit mijn jeugd, de rechtszaken die tegen schrijvers werden aangespannen. Ook altijd tegen een individu. Een schrijver had een groepsdeel van de bevolking beledigd. Dat is waar de grenzen van onze vrijheid van meningsuiting stuiten, op de rechtspraak. Als je beledigd bent, dan ga je naar de rechter. Ja. En de rechter maakt uit in de rechtsstaat of dat ook daadwerkelijk strafbare feiten oplevert. Dat was een overzichtelijk systeem in onze democratie, in onze rechtsstaat. Maar we zien nu, sinds, ik vrees dat het toch echt sinds de opkomst van de sociale media is, zien we dat de rechtsstaat eigenlijk consequent wordt ondermijnd door groepen die opruiende taal en zelfs strafbare taal uitslaan en ook strafbare feiten uit willen lokken op grond van het feit dat iemand zijn mening verkondigt. Waar vroeger de rechter de instantie was die dat uitmaakte, wordt het nu uitgemaakt in de sociale media. Ja. En ik denk dat dat een van de gevaarlijke tendensen is in deze hele polariserende maatschappij, dat de normale gang naar de rechter eigenlijk niet meer wordt gevolgd. Onmiddellijk vindt het vonnis en de strafvoltrekking plaats. Ja. En dat is denk ik het meest gevaarlijke moment. Ik denk dus ook dat we, als we zeggen we moeten dat kenteren, moeten we kijken hoe inderdaad die mensen die dat doen op de sociale media functioneren in onze democratie.
in hoeverre ze de regels van de democratie onderschrijven. Nou, je had het over een vorm voor democratie. Dat is op zichzelf is het natuurlijk een aanfluiting om zo om die naam te hebben. En daar moet veel meer op gelet worden, naar gekeken worden. En daar denk ik ook dat er in de Tweede Kamer een veel sterkere tegenstroom moet zijn tegen de mensen die op die manier onze democratische waarden en de rechtsstaat onderuit halen. Daar moeten we ongelooflijk op inzetten. En dat kun je als schrijver natuurlijk alleen ook maar doen door erover te schrijven. Ja. Door dingen aan de orde te stellen. Maar dan loop je datzelfde risico, namelijk dat dan je ook veroordeeld wordt. Precies. En het vervelende van het rechtssysteem, wat wij als het ware nu hebben via de media, het normale rechtssysteem is erop gericht dat je terugkeert in de maatschappij als het vonnis eenmaal gewezen is. Daar is alles op gebaseerd. Maar het vonnis van de sociale media, de terugkeer van het, of eigenlijk van het schavot en de digitale schandpaal, die zijn erop gericht om mensen uit de samenleving te verwijderen. En dan kom je dus eigenlijk niet meer terug. Dus het is een rechtssysteem waarvan we moeten duidelijk maken, dit is wat u wilt. Bij het normale rechtssysteem mag men terugkomen uiteindelijk. En als je wordt veroordeeld in de sociale media, mag je niet meer terugkomen. Is dat wat u wilt? Nee, dat willen we natuurlijk niet. Maar hoe gaan wij, dat is denk ik een van de belangrijkste vragen. Hoe gaan we zorgen dat de invloed van de sociale media wordt beperkt? En dat is natuurlijk juist een punt als het gaat over de vrijheid van meningsuiting. Maar is dat nog wel te sturen? Is dat aan te sturen? Dat weet ik niet. Ik geloof dat er langzamerhand wel regels, Europees en dergelijke, in de maak zijn om daar een beetje paal en perk aan te stellen. Maar aan de andere kant moet je hopen dat het onderwijs en opvoeding misschien op den duur hun werk gaan doen, omdat wij ook allemaal, dat realiseren we ons niet, maar we zijn sinds 20 jaar ongeveer, en dat is nog maar een hele korte periode in de mensheid, zijn wij overstelpt en overweldigd door die manier van contact te leggen, die manier van je uiten. We hebben daar nog geen fatsoensregels in. Een soort het Wilde Westen. Dat is het. Dus ik hoop wat dat. Ook, wil je zeggen, wat ook niet helpt, is dat die grote mediabedrijven, die hebben die algoritmes. Die worden gewoon ingezet om meer polemiek te creëren, om meer conflict te creëren. Daar zijn die systemen ook op ingericht. Precies, zijn echt op ingericht, ook om meer haat te creëren. Want dat is het verdienmodel. Het is een verdienmodel. En het is de geest is uit de fles. Ja, en dat is wat je nu zegt, de geest is uit de fles. Niet om het gesprek te veel te sturen, maar ik denk wel eens, of tenminste, eigenlijk hebben we hier in die zin niet echt een oplossing. We kunnen zeggen onderwijs. Wel, je hebt wel een oplossing. Je hebt wel een oplossing. Want je kan met meneer Elon Musk gaan praten over dat algoritme van je, dat ondermijnt onze liberale democratie. Dat ondermijnt een aantal beschavingsprincipes. Nou, ik denk dat Elon daar niet zo heel erg gevoelig voor zal zijn. Nou ja, ik was het maar waar. Misschien is hij niet gevoelig, maar misschien is wel de overheid waar hij onder valt wel gevoelig. Hij is gevoelig voor geld. Zijn mensenrechtenorganisaties wel gevoelig? Misschien zijn. Je moet ook deze mensen aanspreken op het geweten. Want de gedachte van sociale media 2010 was, kijk eens, het heeft de Arabische lente. Het topples down dictators, Twitter. Ja. En we komen nu achter, nee, het versterkt het groepsdenken, het versterkt het haatdenken en het is een aanjager van vooroordelen en haat tegen creatieve mensen. Ja. Heeft het jullie beangstigd? Laat ik bij jou beginnen, Ted. Ik kan me voorstellen dat als Monique Smit een willekeurige passage uit dit boek zou halen en op haar Instagram-pagina zet, dat je dan in de problemen bent. Beangstigd dat je. Wat zal ik daar nou eens op zeggen? Jeetje. Ja en nee. Er is toch wel een verschil. Als Monique Smit dat doet, dan denk ik, jeetje, wat een stom wijf. Gaat nou toch gauw weer.
achterlijk wijf. Maar als Thierry dat vind Baudet ik, nou, dat vind ik, dat vind ik eigenlijk ook. Nou ja, dat moet ik eigenlijk niet zeggen. Want, maar goed, ik dacht dat we onder ons waren. Maar dat zijn we niet helemaal, geloof ik. Maar goed, ik vind het dom van haar. Omdat ze, volgens mij is het een lieve moeder. En ze zal het heus niet zo erg bedoelen. Maar ik vind dat ze zich voor het karretje heeft laten spannen. Maar het zou inderdaad kunnen. Maar goed, dat had ze al kunnen doen. Deze boeken zijn er al 10 jaar. Maar laat ik het heel concreet zeggen. Ik heb net een nieuwe podcast gemaakt over 30 jaar dat ik bezig ben met deze problematiek. En deze problematiek, ik zal het heel even in het kort, mag ik dat heel even? Ja, zeker. Ja. Ik ben boeken gaan schrijven ongeveer 10 jaar geleden over het misbruik dat ik als kind heb meegemaakt met een volwassen man. En in die 30 jaar ben ik veranderd eigenlijk van opvatting, een beetje aan de hand van hoe de maatschappij erover denkt. In het begin vond ik mezelf helemaal geen slachtoffer en nu vind ik mij wel een slachtoffer. En dat heeft te maken met hoe de maatschappij omgaat met die problematiek. Mm-hmm. Maar ook omdat ik heb gemerkt dat als ik dat niet doe... Van wat? Van die man? Seksueel misbruik. Van... Ja, ik voelde dat destijds niet zo. Okay. Ik ben niet in de bosjes getrokken of van de fiets afgerukt. Nee, ja. Ik ben gewoon zelf meegaan. Het was een hele lieve man, alleen hij ging veel te ver. En toen hij veel te ver ging, ben ik gewoon zelf weggegaan. Maar heb daar natuurlijk toch wel, in mijn puberteit met name, last van gehad. Ja. Maar niet dusdanig dat ik vind dat die man voor eeuwig de samenleving uit moet. Dus ik verzwijg die naam al, nou ja, al 50 jaar ongeveer. Mm-hmm. Ja, nee, nog langer, 55 jaar ongeveer. Mm-hmm. En dat wordt mij kwalijk genomen dat ik niet die man noem. Maar dat was niet wat ik wou zeggen. Ik wou zeggen, ik ben mij ook slachtoffer gaan noemen, omdat als ik mij slachtoffer noem, als ik me afficheer als slachtoffer, dan kan ik veel meer zeggen dan als ik dat niet doe. Het slachtofferschap, ook in algemene zin, in bredere zin, geeft mensen het recht om meer te kunnen zeggen dan mensen die niet ergens slachtoffer maar van zijn. Maar is dat niet ook bloedvervelend? Het is wel praktisch. En wat dat betekent, dat ik kan blijven doen wat ik graag doe. En dat is bijvoorbeeld dus nu dieper duiken, steeds dieper duiken in die materie, om te begrijpen waarom ben ik gaan veranderen in mijn optiek. Nou, onder andere door de samenleving, maar ook door andere aspecten. En die breng ik in die podcast naar voren. Maar nou heeft de omroep die dat wil gaan uitzenden, heeft gezegd, durven we dat wel aan? Moeten we niet bang zijn voor een Pim Lammers-affaire? Dus ik ben nu in dubio van, ik heb het nou gemaakt, het is klaar, maar moet ik het misschien niet toch terugtrekken? Laat het eerst aan Monique Smit luisteren. Ja, op basis dat is een goede reactie. Maar dat is het probleem. Ja, ja. De mening van Monique Smit doet er niet zoveel toe. Dat kan me niet zoveel schelen. Het zijn ook de mensen uit mijn eigen groep. Ja. Oh. Die, waar ik veel meer voor bevreesd ben, in zekere zin. Want ik wil horen tot een bepaalde groep. Laat ik maar zeggen, de redelijke mensen. De mensen die willen nuanceren. En als die zeggen, ja, maar wij willen dit niet, dan ben ik in de problemen, want dan wordt mijn geweten... Maar ben je daar bang voor dat we inmiddels zo ver zijn? Ik vond namelijk in het geval van Lammers dat heel erg, maar eigenlijk verbaasde het me dat er zo unisono... Ik heb 1 schrijfster gezien en ik zal de naam ook nooit vergeten. Die zei, nou, ik vond het ook een heel erg stukje tekst. En dat had, hè, wat mij betreft, mag hij dat soort dingen niet opschrijven. Maar voor de rest bleek eigenlijk die hele schrijvers... Maar dat is... Het was misschien heel stom, maar het was misschien beter geweest... voor het meekrijgen van de publieke opinie... in dat een schrijver met zijn verbeelding aan de slag gaat. Ja. Als we misschien wel discussie erover hadden. Want nu wordt ook toch weer... Het wordt namelijk toch ook iets gegeven. Ja, dus kijk eens, het is één grote samenzwering. Ja, mensen geloven namelijk... Wat zit erachter? Ja, het zit erachter. Die Pim Lam is weer onderdeel van een club mensen. Die is weer onderdeel van een hogere macht. En, die bepalen allemaal applaudisseren. Ja, ja, ja. Kijk maar. Dit is die elite. Ja, dat is die dat schreef Toby Lakmaker die, ook. Die trekt aan de touwtjes. En ja. Het is toch echt beter. En eigenlijk ik zeg niet zo letterlijk, Ted, maar ik ben het... liever dat we het niet met elkaar eens zijn. En dan hoop ik dat een op één of een galitof... Waar moeten we over dat we nee, maar je moet niet spelen, want het is wat het is. Maar waar moet de discussie dan over gaan? De discussie zou moeten gaan over wat Ted agendeert... en wat Pim overschrijft en waarom hij dat schrijft. En het zou...
Maar nu komt het. Ja? Maar we zijn nu... wat willen ze dan? Op één wil er aandacht aan besteden. Hè? Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed. Ja. Maar wie gaat er nou bij op één zitten... als je weet dat je tegenover iemand zit... die meteen gaat schelden tegen je... En je weet en meteen dingen gaat zeggen... waardoor je niet meer dat genuanceerde verhaal kan vertellen... in pak een beetje 6, 8, 7, 8 minuten. En je ook beseft van... ja, ik zit hier totaal niet op mijn plek hiervoor. Dus je wilt ook niet stappen in een... Maar hadden we inhoudelijk... In eigenlijk al besmette discussie. Hadden we inhoudelijk over die tekst moeten discussiëren... is eigenlijk mijn vraag. Welke twee kanten of welke 6 kanten zijn er dan... Ja, maar het is heel moeilijk achteraf. Mm. Ja. Op het moment dat de lont in het kruidvat zit... Ja. Om dan nog te zeggen... zullen wij nu eens een heel open gesprek hebben over dit zinnetje... dat kan al lang niet meer. Ja. Dus je moet een discussie sowieso hebben over de mate waarin je jezelf beperkingen oplegt. En de mate waarin je praktisch regelt dat je niet al te veel discussie in je eigen omgeving krijgt. De mate waarin je zegt van oké, ik cultiveer maar een beetje het slachtofferschap. Want het wordt veel te moeilijk om het uit te leggen. Dus het is dus veel beter, denk ik, om te zeggen van wat zijn de grenzen van onze vrijheid? Vertel. Wanneer nemen wij een grens in acht? Want je kunt zeggen, vrijheid van meningsuiting is... grenzeloos. Je mag alles zeggen. Hè, zolang je het bij de rechter maar gelijk kan krijgen. Want dat is, de wet is de grens. Maar natuurlijk is de wet niet de grens. De grenzen leg je zelf al eerder. En dat is het punt waar je over kunt discussiëren. Dat vind ik een interessant punt. Heb jij een grens die je misschien een aantal jaar geleden... Heb je die opgeschoven? Nou, het is zo dat ik sommige thema's niet agendeer op de sociale media. Omdat het erin wordt geknipt. Er wordt in geknipt, het komt terecht noemen bij... Noemen ze thema? Noemen ze thema. Ja. Heb ik niet even paraat. Maar ik zal bijvoorbeeld nooit meer over het Palestijns-Israëlische conflict twitteren. Okay. Nooit. Dat, ja. Nee, ook niet op Facebook. Dat zal ik nooit meer doen, maar echt... Nooit meer. Ik zal me ook niet, op geen enkele manier, want ik weet, het komt op een verschrikkelijk. En wat het vervelende is ook. Sociale media kent geen ironie. Nee. Alles wordt eruit gefilterd. Dus je denkt, ja, het is palen voor de zwijnen. En dus ik nooit meer doen. Ik zeg het ook tegen jonge schrijvers. Ik zeg, als je wil schrijverschap ingaan. Probeer op sociale media niet de gekste te zijn. Want alles wordt bewaard. En op een dag wordt het tegengebruikt. Dan lachen ze van, ja, nee, het valt wel mee en zo. Ik zeg, nee. Nee, dit, geloof me. Alles wordt bewaard. En je weet niet welke kant de wereld op verandert. Het kan zijn dat over 20 jaar... dat er gewoon weer minderheden worden doodgemaakt. Je weet niet welke kant... Ik bedoel, 10 jaar geleden had je gezegd... ja, dan gaat een schrijver moeten onderduiken in het buitenland. Dan had je me uitgelachen. We weten niet waar het naartoe gaat. En Ik heb het klappen van de zweep gevoeld en ik wil het niet nog een keer voelen. Maar ook bij jou, in jouw geval was het dat jij... Als dit gaat over 4 mijlen. Als een zondebok. Niet inhoudelijk, maar daar ben ik terug. Ja, het is 1-op-1. Het is 1-op-1. Als persoon werd je aangevallen. Je hebt die existentiële eenzaamheid. Omdat je namelijk als schrijver denk je van... Ik ben nu 25 jaar aan het schrijven. Ik ben al 50 jaar bezig om verhalen te vertellen. Om altijd in dat verhaal... nuance en nu ineens... Maakt het allemaal niet uit. Het maakt niet uit. Je bent teruggebracht tot één zin. Mm-hmm. En je denkt, wat gebeurt hier? En de stilte die je kan voelen is nee, om je heen van collega's of van... Van collega's. Nee, maar de wereld. De wereld. Okay. Dat zwijgzame gezicht van de wereld dat zich van je afkeert. Omdat je het gevoel van, ik heb alles gegeven. Mijn hele leven heb ik hieraan gegeven. En het is vacuüm getrokken. Gelukkig, en dat is wel heel belangrijk, is het waar ik heel veel aan had, het is heel gek, was dat ik allemaal mails kreeg en berichten van mensen van jaren geleden die me steunden. Ja. Er waren soms hele kattenbelletjes en Vonne van der Meer stuurde mij een mail. Ik heb die mevrouw nog nooit ontmoet. Zit daar? Oh, daar is wel van. Nou, kijk eens aan. Nou, ik heb die. Maar jij stuurde mij een mail. Iedereen is er. Jij stuurde mij een mail.
En je vertelde dat je mijn buurvrouw was en aan de Sloterplas. En ik, dat was voor mij, dat was een U-bocht moment dat ik die mail kreeg. Omdat ik toen wist van, dit is goed. Ik ben niet in de steek gelaten. En wat ik ervan heb geleerd, is dat ik, als mensen op deze manier onder vuur komen te liggen, dat ik ken ze niet, dat ik ze soms een berichtje stuur van, hey, hou vol, het komt goed, laat je niet gek maken. Want dat is namelijk ook, het komt uiteindelijk goed. Ook voor Pim Lammers, ja, zal het goed komen. Maar dat gaat tijd kosten. Mm-hmm.